De Federatie voor Visuele Artiesten in Suriname, FVAS, heeft afgelopen weekend de eerste FVAS Award in het licht van de kunst uitgereikt. De kunstenaars Paul Wuyatsoy, Henna Brunings, André Sontosumarto, Marcel Pinas, fotograaf Peter Thielen en de galeriehouders Carla Tuinvoort van de Galerie Egidou en Monique Nouchaya van ReadyDex Art Gallery kregen de Art Award. De award heeft de vorm van een buigende figuur en is vervaardigd uit mahoniehout door kunstenaar Junri Udenhout. Juan Pabiro Regio, ondervoorzitter van de Stichting Nationale Kunstbeurs, hoopt dat met deze award de kunstwereld een blijvende ondersteuning zal krijgen. En ik vind dat in die sector, dat alle sectoren, of het nou de oliesector is of het ministerie van Onderwijs, dat alle sectoren de kunst moeten ondersteunen, omdat kunst verantwoordelijk is voor die creatieve denkwijze die we allemaal nodig hebben in al onze sectoren. Je hebt een creatieve denkwijze nodig om als engineer te functioneren, of als architect, of als, noem maar op, onderwijzer, noem maar op. Je hebt overal die creatieve denkwijze nodig. En kunstenaars zorgen voor die creatieve denkwijze en staan centraal daarin. Het is ook dus de rol van de gemeenschap, de kunstgemeenschap, om die plek in te nemen. En daarom ben ik blij met het event. We moeten luider worden, we moeten die verantwoordelijkheid op ons nemen en we moeten duidelijk maken dat we er zijn om die denkwijze in het land te begeleiden. Roseline Daan, directeur cultuur, is blij dat mensen de erkenning en waardering krijgen die zij verdienen. We moeten het pad verlaten waarbij organisaties allemaal individueel willen optrekken, terwijl het doel een gezamenlijk doel is. Zoals gezegd door de heer Pabiro Regio is samenwerking de key word. We moeten bij elkaar komen, de hoofden buigen. Kijk hoe wij dat ene gemeenschappelijk doel samen kunnen uitdragen. Vandaar dat het directoraat cultuur ook hier is vanavond en dit initiatief van de FAS ondersteunt. Het is een begin en zoals eerder is aangegeven, het moet allemaal nog mooier worden. Maar dat gaan we niet alleen doen. Dat willen we doen samen met jullie allemaal. Vanuit het ministerie, minister Marie Levens, is ook ondersteuning gegeven aan deze activiteit. Zoals jullie weten is de minister ook heel kunstzinnig, een echt kunst- en cultuurmens. Dus de ondersteuning vanuit het ministerie is er volledig. Voorafgaand aan het evenement werd stilgestaan bij de overleden kunsticonen Erwin de Vries, Suki Iro de Krommel en Winston van der Bok. De kunstenaars Ted Heijmans en Ardi Sidropawiro, die zowel nationaal als internationaal bekend zijn, zijn benoemd tot nieuwe ereleden van de federatie. Rocio Hilversum en Remiel Nerkust zijn uitgeroepen tot opkomende kunstenaars.